Dus ik hoef niet te kiezen. Ik hoef mijn biezen niet te pakken. Ik zoek het nergens anders dan in de kribben. Ik hoef niet te kiezen. Kribben, shit, yeah, bitch, beest, ja, ik kom kanker haaien op de track. Wat dacht je anders? Hars blauw, eigenlijk is er niks veranderd. Stel je dit voor, kom thuis, lange nacht. In bad heb ik geen zin, maar ik heb wel zin in hars. Ga slapen, opstaan doe ik zo rond 12. Dan draai ik mijn hars, of ik ga peuken halen. Bij Albert Heijn sta ik vervolgens in de rij. Met peuken, pizza, cruzie en bij voorkeur kanker haai. Anders straks ga naar huis, blij want ik weet wat komt. De joint wordt gerold zodra ik naar binnen storm. In de kribben, bereid me voor om alvast wat te spitten. Prepareer de cruzie, vervolgens lik ik de joint dicht en in de kribben. Is dat niet zo raar? Eet de cruzie op, rook op, ik heb het voor mekaar. Volledig, kom nog als je weet. Space Case moet zichzelf opnemen, jazeker. Zet de mic vast klaar in zijn standaard. Wat ben ik te gaar? Wacht maar. Ik hoef niet te kiezen, ik hoef mijn biezen niet te pakken. Ik zoek het nergens anders dan in de kribben. Nu kom ik aan met stijlen, even tussen twee haakjes. Ik heb scheid aan wijven die zomaar hun benen spreiden. Sletjes doen hun best, maar inmiddels heb ik een meisje. Die kankerhoeren mogen me nog niet met z'n zessen pijpen. Ach, fuck it, misschien ook wel. Als je toch zo geil bent, lik me shit op als een dweil. Ik kan er niks aan doen, als ik in de kribben ben. Gedraag ik me niet, gebruik ik geen fatsoen. Had die stijl niet, zo ben ik inmiddels klaar met de opname. Na 8 joints en ja, zin in het opwarmen van mijn pizza met de smaak op nijn. Je moet begrijpen, mijn vriendin is moslim, dus dat vindt ze fijner. Naar de tering na het eten, de cruzie was te lang geleden. Ik leg mezelf tevreden met mijn hele hebben en houden op de bank. Fuck it, neem nog een joint, want CSI schijnt vanavond geregisseerd te zijn door Tarantino. Jazeker wel, spacen op die stilo. Ik hoef niet te kiezen, ik hoef mijn biezen niet te pakken. Ik zoek het nergens anders dan in de kribben. Oké, de klok slaat 10:30, tijd om mezelf de hel naar Bussum te verplaatsen. En snel spring ik op, zonder een fok te geven hoe ik eruit zie als ik mezelf even in de spiegel zie. Het is bijna zielig, die narcistische trekken die ik heb. Maar ik kan er niks aan doen, bitch, ik ben perfect. Trek mijn jas aan, snel door de deur naar buiten. Om vervolgens vlak bij mijn huis op mijn auto te stuiten. Binnen verwarm ik de ruiten vast, dagblad. Verwarm de hele car, maak het tropisch. Zo'n 26 graden of zoiets. Ik ga op weg naar mijn werk, draai Saigon op in die bitch. Kom aan bij de deur, MTV Networks. Bel aan, schrijf in, eigenlijk echt absurd. Maar fuck it man, it works, van 12 tot 1 gelul. Neem de gratis spullen mee, plus die 1 plus 2 keer 0. Euro's in mijn zak, wou dat ik in de kribben was. Ik stink ook wel een beetje, maar gast, hey, what the fuck. Zodra ik binnenkwam, weet je wat ik dacht? In bad heb ik geen zin, maar ik heb wel zin in hash. Ik hoef niet te kiezen, ik hoef mijn biezen niet te pakken. Ik zoek het nergens anders dan in de kribben. Ik hoef niet te kiezen. Deze gaat uit naar de last Crusaders, man. Ik hoef niet te kiezen, ik hoef mijn biezen niet te pakken. Ik zoek het nergens anders dan in de kribben.